Jacqueline, laat me zien. Ja. Ik durf niet meer te kijken. Je bent waard. €13.285 en geen cent meer. Oh jezus, waar mag ik tekenen? De opnames bij mij thuis waren verrassend. Het was hartstikke druk, hele leuke ervaring. Ook chockerend, want als hij niet langs had geweest, dan had ik nooit geweten hoe mijn financiële plaatje ervoor stond. En het is natuurlijk wel even schrikken, want je hele leven in een hamer komt bloot te liggen. Ik ben ervan geschrokken van mijn inboedel, de waarde. Dus zodra je iets gekocht hebt, ja, zakt de waarde natuurlijk enorm. Dat had ik nooit geweten. De tip die zij mij meegaf, Jacqueline, over het uitkopen eventueel van je verzekering. Dat je dat zelf op een spaarpotje kan zetten. Want ja, ik heb de berekening gedaan volgens Jacqueline. Het is inderdaad heel veel geld voor een begrafenis. Dus dan kunnen ze mij wel met een helikopter gaan begraven tegen die tijd. En een Gouden Kids en heel Nederland uitnodigen en voor een bakkie voorzien. En dat is niet de bedoeling. Dus ik heb het uitgekocht, op mijn eigen rekening gezet. En daar ga ik even op sparen. En dan tegen die tijd dat ik de pijp uit ga, dan zoeken ze het maar uit. Mijn nabestaanden, nee hoor. Dan komt het vast en zeker allemaal goed, maar dan ga ik voor wat minder, voor een minder bedrag. Ik snap best wel dat mensen mij zien als een uitbundig persoon. En vanwege mijn levensstijl en van wat ik allemaal al gedaan heb, maar ik ben inderdaad een levensgenieter en ik hoor wel eens van mensen van inderdaad je komt losbolliger over dan dat je in het echt bent. Maar het beste hoe ik het kan beschrijven is dat ik een verstandige levensgenieter ben.